Het is en wordt hoe dan ook een ander carnavalseizoen dan normaal. Creativiteit is geboden. Wil de Maastrichtenaar toch nog een beetje dat vastelavondsgevoel krijgen zoals men dat gewend is. Ook de Tempeliers moeten schakelen en andere dingen uitproberen om de vierders te bereiken. Vandaar dat de Stadcarnavalsvereniging nog meer dan voorheen de samenwerking zoekt met RTV Maastricht. Om tot een speciaal seizoen is boeven voor vastelavond niet fysiek in de vieren. Zien we op zoeken gaan en nou, ja, wie krijgt je toch een beetje dat vastelavondsgevoel bij de Leutoes. En ja, wie voor eigenlijk ieder jaar in samenwerking met RTV Maastricht een hele hoop vastelavondsprogramma's toesbrengen. Gewoon voor dat ook komend seizoen doen. Volgende week zondag de 17e zou eigenlijk Prinsoet open zien. En voor hebben we gezegd van dat is een zoen moment om te gaan starten met kenbaar te maken wat ons plannen zien voor komend jaar. Daar gaan we inderdaad terugblikken op seizoen 20. Samen met Hoeklustigheid, Luc den Tweede. Gewoon een beetje vooruitblikken naar wat we dan daadwerkelijk gaan doen. Er is geen muziek. De winnaars van het Maastrichts Vastelavondsliedjesconcours dat morgen wordt uitgeroepen. Komen zingen. Kortom, een beetje een ontafelprogramma à la De Wereld Draait Door. Vastelavond draait door. Samen met de Tempel is het heten. En erin gewoon vergeten hoe te deuk doen wie voor de vastelavond bij de Leut Toes kan brengen. We zijn heel blij met de samenwerking met de Tempeliers. Met een aantal programma's met hun samen vorm te geven. Daarnaast hebben we nog een aantal andere programma's. Waarbij we proberen toch bij de Leut Toes. Want vier carnaval Toes is dan toch het motto. Om daar invulling te geven. Bijvoorbeeld, morgen is de finale of de bekendmaking van het carnavalsliedje van Maastricht, vanuit de studio. Doen we dat live om 7:00 s'avonds. Ja. We hebben een carnavalsmis voor, die wordt georganiseerd, die brengen weer. Dat is dan vanuit de Sint-Servaas dat gedaan wordt. We hebben de top 111 die we ook gaan brengen, de ganse dag lang. Met interviews, met pruitjes, met heel veel muziek, heel veel carnavalsmuziek. En natuurlijk, binnenkort verschijnt de tweede editie van de Maastrichtse carnavalsposter. RTV Maastricht brengt ook dit jaar een eigen carnavalsposter uit. En die is heel binnenkort te verkrijgen. Ik wil niet zeggen beter als verleden jaar, maar volledig in de trant. En klop in corona. Famke Rousseau hebben we weer gevraagd om ook deze editie te maken. En het ziet er fantastisch uit. En ik weet zeker dat we daar heel veel een goed plezier mee gaan doen.